Frank de Lange verdiende eerst vooral zijn geld als sessiemuzikant en als componist van liedermuziek. Maar op zijn 46ste ging het roer om. Sindsdien heeft hij een solo-carrière achter de piano. Onder zijn artiestennaam De Lange componeert hij nu neoromantische minimal music voor piano. Eind 2022 verscheen het album Contemplations, Opus 1 en 2. Het is een verzameling van overpeinzingen die hij thuis achter de piano had, meestal in de nacht. De nacht vind ik heel fijn om, om over de dag na te denken, maar misschien nog wel wat verder terug, hè, over het leven. Want in de nacht is het gewoon lekker rustig en de wereld staat uit op een of andere manier, dus ik kom toe aan mijn gedachten. En ik wilde die gedachten ook op muziek zetten. En dan heb ik een piano thuis staan, dus dan kan ik daar lekker achter kruipen en daarop een soort filmmuziek onder mijn gedachten zetten. En wat ik ging doen is achter de piano mijmeren. Wat voor klank paste bij die gedachten van die dag. En daaruit hoopte ik dan altijd dat er iets boven kwam drijven waar ik wat mee kon. Iets om vast te houden. Of een melodie of een aantal akkoorden die mooi achter elkaar klinken. En soms lukte dat helemaal niet. En soms wonnen wel vrij snel. Want in deze ruimte zit te gek, hè? Dat contrast tussen zo'n mooie glimmende vleugel en dan zo'n afgewerkte industrieplek. Zo, dat vind ik wel een interessant contrast. Dit tweede album en mijn eerste album zijn ook wel een soort van terugblikken op bepaalde periodes. Klinkt allemaal heel zwaar, maar het kan. Ja, ik heb dan het voordeel dat ik een instrument speel en dat ik daar klank aan kan geven. Terugblikken op een periode is fijner in de verwerking dan er iets mee proberen te doen midden in die periode. Want sommige levensveranderingen zijn dan gewoon zo turbulent dat je daar komt niet per se mooie muziek uit. In ieder geval niet bij mij. En dan zo als de storm geluwd is, dan terugkijken op een bepaalde fase. Dat vind ik wat fijner. Daar leer ik meer van. Mistral is eigenlijk gebaseerd op een gevoel dat ik als kind had. Of een soort wens dat er een stevige wind, in één keer een rukwind door de wereld. En dan alle oorlog weg en alle ziektes van degene die je lief hebt weg. En toen dacht ik laatst zoiets van, ik ben inmiddels een stukje volwassenen. Maar ik verlang er nog wel eens naar zoiets. Naar die fantasie van een alles schoonblazende wind.